Altijd een spannend moment. En Jordi is echt het liefste vriendje van de wereld. We hebben een paar kleine ontbijtgerechtjes. Zoals onze eerste date ook zo akkoord is. Goedemorgen. Het is heel koud, dus ik heb een dubbele trui aan. En een muts. De winter komt eraan, ik voel het aan alles. Hey Jordi. Cute. Er gaat zo meteen iets spannends gebeuren. Ik ga namelijk naar het ziekenhuis voor mijn traanoog. Ik heb me ook tegen een kast gestoten met mijn voorhoofd. Waar ik al maanden last van heb. En we gaan nu kijken of het dus geopereerd moet worden en hoe en wat. En mijn vorige ervaring bij het OLVG was heel raar en onprettig. En toen kreeg ik eigenlijk helemaal geen antwoorden. Dus ik ben nu een klein beetje zenuwachtig over hoe het nu gaat of zo. Want het was mij helemaal niet duidelijk of het nou geopereerd moest worden of niet per se. En ik kreeg daar ook geen goede antwoorden op. En ze deden heel raar en legde eigenlijk niks uit. Het was heel weird. Dus ik ben blij dat Jordi met me meegaat. En daarna race ik snel naar de Linda-redactie. Ik ben nu thuis wat aan het werken. En dan ga ik daar lekker nog even knallen. Want we gaan ons winterboek naar de drukker doen. Oh my god. Ja, dan gaat het echt hard. Want dit ga je lezen richting de feestdagen. Nou, hij komt 11 november uit. Dus dan begint de holiday prep wel een beetje. Het is ook echt een leuk cadeautje voor de feestdagen. Oh, ik kan niet wachten om het met jullie te delen allemaal. Hij is echt geweldig. Excited! Hallo! Het is vrijdag en ik ben met mijn schatje Jordi. Die wederom niet in het shot past helaas. We gaan wat eten bij Libertine. Mijn traanoog is echt out of control, maar ik heb bijna een operatie. Nog 2 maanden. Best wel spannend. Het gaat via de neus om er volledig aan te kozen. Ik ben heel even in de Another Stories geweest en heb daar wat dingen gescoord. Waaronder dit heerlijke gecrushed velvet geval. En nu gaan we heel even lekker wat eten samen bij Libertine, een van onze favoriete plekken in de extraatjes. Oh, deze spiegellampen zijn ook geweldig, zeg. Hele goedemorgen. Het is zaterdagmiddag. Jordi en ik zijn allebei hartstikke brak. Ik omdat ik de hele nacht series heb gekeken en nagelfilmpjes. Wat echt sneu is. Jordi omdat hij naar ADE was. Ik heb dus mijn eigen gellak set gekocht. En nu heb ik mezelf een gel manicure gegeven. Dus wilde ik allemaal dingen opzoeken over met welke stippling brush je bepaalde bloemetjes kan maken. En hoe je een marble effect doet en een tie-dye effect. Best makkelijk volgens mij. Ik heb dus de hele nacht zat zitten uitzoeken en allemaal dingen besteld. En kleine steentjes en zo. Dit is toch weer mijn fantasie om make-up artist te zijn. Die ik van kinds af aan al heb. Is nagellak, is dat make-up? Valt het onder het noemen make-up? Het valt onder het noemen cosmetica. Maar je hebt tegenwoordig wel mensen die manicurist zijn of nail artist. Manicurist? Ja. Dat is iemands beroep, manicurist. Ja? Er zijn heel veel mensen die in een nagelsalon werken of die in de mode-industrie alleen op nagels gefocust zijn. Maar visagie is wel echt weer iets heel anders, ja. Dat is gewoon het gezicht opmaken. Snoetje. Ja. Le visage. Le visage. We hebben net met Jordi's ouders koffie gedronken en nu gaan we lekker naar de Michelsjes. Mijn ouders zijn in Amsterdam en mijn broer natuurlijk ook. Dus daar gaan we nu even langs. En ik ben helemaal brak na Nicole's verjaardag. We lopen nu lekker door de stad en kaas, croissants gegeten, kroketten. Nu gaan we nog een pokeball eten. Oké, we hebben net een lekkere pokeball gegeten bij Poke Perfect. Maar wat echt een mega teleurstelling was,
is dat alles in plastic bakjes zit. Ook als je gewoon hier in het restaurant eet. En elke bestelling doen ze met nieuwe plastic handschoentjes. Dus dat zijn echt op een dag zoveel, sick veel plastic handschoentjes. Ieder bakje maken ze met handschoentjes die ze daarna meteen weer weggooien. En al die plastic bowls komen ook gewoon in de vuilnisbak terecht. Wordt niet eens even apart gehouden of gescheiden of zo om nog iets van te kunnen maken. En dat vind ik altijd zo weird als je een plek hebt die dan heel bewust is of zo. Of heel modern, gezond, veel vegetarische opties. En dat ze hier dan gewoon zwaar scheid aan hebben. Dat vind ik altijd heel weird om te zien. Jullie helemaal kwaad. We gaan nu naar de Joker. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hele positieve dingen gehoord. En hij is natuurlijk zo'n lijpe acteur. Het is ook wel echt even de grens van de snacks die we kunnen eten. We hebben nog Maltesers en chips gekocht. En hierna moet het echt stoppen. Goedemorgen, ik ben op kantoor met Kelly. Hoi Kel. Hi. En we zijn lekker de to-do's van de week aan het doornemen. Het regent keihard buiten en wij zitten lekker droog binnen. Dat is heel fijn. We zijn bezig met een leuk project met H&M Home richting de feestdagen. Dus hou zeker Instagram in de gaten, want er zit ook een leuke winactie aangekoppeld. En verder zijn we gewoon lekker met allerlei ideeën bezig. En ga ik zo een IGTV uploaden en dat soort dingen. Ik moet even altijd wennen dat het geen weekend meer is als het maandagochtend is. Sad. Het was wel een heel lekker weekend waarin ik niks deed wat ik moest doen, maar wel aan het genieten was. Dus dat was op zich top. Nou, Kel. Ja. Dat hebben we weer voor ons. We hebben het over kerst, maar het is eigenlijk al kerst. Ha! Babyformaat vegetarische wraps. We eten vega pita gyros van vlees nog vis. Which is amazing. Misschien kan jij een unboxing doen. Komt-ie, hè? Komt-ie. Oh, ja, die echt heerlijk. Overal. Oh, ja, ja. Goddelijk. Ja, het duurt lang. Ja, Kel. Met vegetarische kipstukjes en hele, hele lekkere saus. Mmm. Mm. Mm. Ook allebei in dat de hele gare scrunchy trui look. Gewoon chill en gaan. We zijn wederom weer helemaal in mood. Vans, leggingbroeken, truien en scrunchies. Het is gewoon kloffie mood, is het? Ja, kloffie mood. Ja. Oh, ik ben nog steeds zo verliefd op deze roze smeg. Dit is toch de mooiste kleur ever. We hebben ook nieuwe kombucha gekregen van Yaya Kombucha. Echt leuk, ze hadden een perspakketje opgestuurd. Dit was een hele gezellige, fijne kantoordag. En nu begin ik aan deel 2 van mijn werkdag. Het is nu precies 7 uur en ik heb net wat Indonesisch eten besteld. En ik ga nu een heleboel... Nou, ik denk dat ik er best snel doorheen ga eigenlijk. Wat Linda werkt doen voor als ik morgen naar de Linda Meijer-redactie ga. Dinsdag heb ik eigenlijk non-stop meetings van vaak 9 tot 4 ongeveer. Dus kom ik eigenlijk aan niks anders toe. Dus al mijn denkwerk, maakwerk, schrijfwerk, leeswerk gebeurt op andere dagen. Dus dat ga ik nu even doen. En ik wilde ook heel graag gaan sporten. En ik denk eigenlijk dat ik gewoon lekker dat ga afmaken. En dan nog heel even de gym induik om het gewoon weer op te pakken. Al ga ik maar een half uur op een loopband staan, is het ook prima. Ik moet echt weer even back in the game. En dat is misschien wel een lekkere afsluiter voordat ik dan ga slapen. Dus ik ga er optimistisch in en kijken hoe snel ik deze dingetjes af kan maken. Hallo, ja, dit ziet er weer super uit. Het is vandaag woensdag. Ik ben de hele dag druk bezig geweest. 'S Ochtends ging ik naar Valentin, mijn foodcoach. En toen ging ik naar ergens werken en dan ga ik belspraken. En nu ben ik bij mijn lieftallige Charlotte. Die zelf ook korte haar heeft. Ja. What happened? We gaan hier de boel wat knippen en verven. En we gaan ook iets natuurlijker. En dat is een heel lief hondje. Goedemorgen. Het is zondag. En nee, zaterdag. Deze week was een beetje weird en intens. En veel werkdingen. En wat hele stomme bullshit dingen. Vandaag ga ik even een dag chillen, bijkomen en niks doen. En ik ga nu sporten met Jordi. Dus ik denk dat dat me wel even goed gaat doen. Ik ben gisteren naar een facial geweest. Dus ik hoop dat al deze stress-related plekjes zich snel weer terugtrekken. Ik ga lekker op pad in dit t-shirt van Rough Studios. En deze goddelijke night legging. Oh, die is zo fijn. Ik weet niet of ze hem nog hebben. Ik heb hem bij Zalando besteld, maar hij is heel dik van een lekker ribbelstofje. En heel hoog. Wat ik vaak bij dit soort dingen mis.
Want dan beweeg je en dan komt het je navel in beeld of je t-shirt valt weer uit. En dit is echt super lekker. Tot zover de info. Tot zover ook de rommel in deze kamer. Wie van jullie heeft er ook zo'n kamer? Ik noem het kleine kamertje en het is altijd een ravage. We hebben thuis bioscoopje in de slaapkamer. Oh my god, dit ziet er geweldig uit. Check. We hebben een bed. Hondos is er ook bij. Hier de beamer geïnstalleerd. En hier hebben we first dates. Hallo. Hallo. Dat betekent niet alleen naar de andere kant, maar samen dezelfde kant op kijken. Die quotes van Sergio zijn echt slap. Ja. Zou jij het beter doen, denk je? Absoluut, maar hoe hij mensen verwelkomt in het hotel of restaurant zou niet beter. Hallo. Sommige mensen zijn zo awkward. Was onze eerste date ook zo awkward? Behoorlijk. Jij was echt een awkward motherfucker. Hoezo? Oh, hij bleef gewoon maar ratelen. Wie zag die heen? Dat speelt ze dit accent nou of niet? Hallo. We zitten samen lekker op de fiets. We hebben gedoucht na het sporten. En nu gaan we lunchen met Lynn en Remy. En dit lijkt dezelfde dag, maar gisteren heb ik de hele dag niks gedaan en op de bank gelegen. En vanochtend zijn we weer 's ochtends gaan sporten. En nu zijn we dus op pad. Ik ben al om 8 uur uit bed gegaan om te werken. Lekker. Toen voelde ik me super proud, maar ik wist niet dat de klok een uur verzet was. Dus toen was het iets minder bijzonder. Maar alsnog, knap gedaan vond ik zelf. Lekker een beetje Linda. En mijn moeder komt opeens aan. Hallo, ik zit mijn administratie te doen. En ik heb echt geen zin meer. Ik ben gewoon kwaad. Ik heb echt geen zin meer. Het is altijd zoveel werk en je bent gewoon altijd bonnen kwijt. Ik moet wel zeggen dat ik het beter georganiseerd heb de laatste tijd. Maar toch, je raakt gewoon dingen kwijt. Zo annoying. Hebben jullie daar nog goede tips voor? Behalve direct opsturen en altijd apart in een klein portemonneetje de bonnen doen? Ik hoor het graag. Morgen. Het is vandaag dinsdag en ik ga zo naar Naarden. En de afgelopen week ben ik druk bezig geweest met een plan voor Linda en Meiden. Wat ik vandaag ga presenteren. Dus dat is heel erg leuk. Ik ben heel benieuwd ook naar feedback en input en of mensen het iets vinden. Altijd een spannend moment. Ik heb weer hele leuke sieraadjes allemaal in. Dezelfde oorbelletjes van Faye Jewels en deze is van Rosefield. Deze is van Eenvoud, mijn verjaardagscadeau toen ik 30 werd van Jordi. Mijn eerste gouden chain. Ik heb een bodysuit aan van Reformation, een blazer van Another Stories en een broek van Baum und Verdgarten. Ik heb dus mijn eigen manicure gedaan. Met een hele nude, zacht roze gel lak. Waar ik heel veel vragen over kreeg. Ik zou even moeten opzoeken hoe deze kleur heet. Ik heb dit van een merkje besteld. Het heet Ginger. Waarmee je een lamp krijgt en een aantal kleurtjes. Maar je kan dit natuurlijk met elke nude doen. Maar ik had gewoon geen tijd meer om naar de salon te gaan. En ik wil wel nette nagels. Dus daarom heb ik daarin geïnvesteerd. En ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ik ben thuis en de presentatie ging goed. Dus dat is geweldig. Een heel lekker gevoel. En Jordi is echt het liefste vriendje van de wereld. Hij is zo'n schatje. Hij stuurde, oké, je hebt verdiend dat je alles mag eten wat je wil. Zeg maar wat ik moet maken of zeg maar wat ik moet bestellen. En nu heeft hij voor mij gemaakt zoete aardappelpuree met vegetarische kipnuggets. En ik had al de hele week zo'n zin in chips. Nu heeft hij een torentje van paprika chips ernaast gemaakt. Zo lief. Schatje, je bent de liefste van de wereld. Ik mocht de hele tijd geen chips van jou. Omdat we fit probeerden te worden. Nu heb je het verdiend. Dat is echt zo lief. Het is meer gewoon een hele culinaire topping.
culinair nog meer nog niet gaan, maar dit gaat. Het overnemen van de pijnboompietjes. Dit is Ribbels. Dit is ribbelchips op je aardappelpuree. Fucking lekker. Daar ben ik weer. Ik kom net van mijn derde meeting van de dag. En eigenlijk ben ik elke dag gewoon alleen maar aan het werk. Dus het lijkt misschien alsof het omgekeerd is. Maar ik film eigenlijk alleen maar op momenten dat ik even niks heb. In werkelijkheid zit ik de hele dag achter de laptop en vlammen en deadlines weg te werken en dat soort dingen. Maar dat film ik steeds niet. Ik probeer jullie er iets meer in te betrekken. Ik heb nu 2 belafspraken achter elkaar. Dus dat ga ik even in het hoogste doen, want dat is in de buurt van waar ik net was. Ik ben nu naar Café Restaurant Amsterdam aan het lopen / snel wandelen. Want daar ga ik met mijn lieftallige werknemer Evie eten. Zij was hier nog nooit geweest en wilde iets leuks doen omdat ze heel hard heeft gewerkt. En het leuk is om elkaar ook even buiten werk te spreken. Dus ik neem haar lekker mee uit eten. Oh, helemaal buiten adem. Ik ging net bijna op mijn bek, al kon mijn broek is te lang. Short girl problems. Zoveel stof aan de onderkant van mijn benen. Hoestertje. En mijn lievelingsgezelschap, Amy! Het lijkt wel alsof jij de oesterprinses bent, ja, van de vlogs. Alleen maar oesters als ik er ben. Ja, dat is wat ze elke dag wil voor lunch. Anders komt ze niet werken. Werkomstandigheden. Good morning. Ik ben weer op kantoor. En vandaag werk ik hier lekker met 2 meiden. Aan een aantal projecten en aan een atelier. We zijn met nieuwe designs bezig en nieuwe samples. En om 2:30 ga ik naar een podcast van The Best Social over social media. Ik heb eigenlijk nog nooit een guest appearance in een podcast gedaan. Misschien 1 keer bij Tess Milne, wat video- en podcastachtig was. Dus dat is wel leuk, daar heb ik wel zin in. En lekker kletsen over Instagram en hoe dat 10 jaar geleden allemaal was toen ik begon. Oh my god, dinosaur. En ik begin de dag meestal in dit hoekje, aan deze tafel. Dan bedenk ik even wat iedereen de dag moet doen, wat belangrijke prio's zijn. Dan drinken we even koffie samen, nemen we alles door en dan gaat iedereen aan de slag. En iedereen is eigenlijk heel zelfstandig, dus dat is heel fijn en chill en ook wel nodig als je een relatief klein bedrijf bent. Ja. Ik ben nu door naar het Vondelpark, waar het echt stralend mooi weer is om niet te doen. En ik ga hier achter mij in het gebouw van de Avro Tros een podcast opnemen. Superleuk, ik heb er heel veel zin in. En ook heel veel zin om hier in het park te gaan wandelen op een ander moment. Oh, ik hou zo erg van dit soort crispy dagen. Hey schatje, daar komt Lena aan. Dat je zo helemaal ingepakt bent en er wel zon is. Als er gewoon blauwe lucht en zon is, ben ik helemaal oké. Kou kan ik me dealen. Ook heb ik het gevoel dat het al vrijdag is, maar dat is het niet. Wat is het vandaag? Donderdag. Oh, oké. Lena ziet er weer heerlijk uit. In een goddelijke puffige jacket. Nou, ik zit hier lekker in een stoel. Hallo toppers. Hallo, hallo. Wij gaan zo een gesprek van echt 1 uur of 2 of zo aan over social media. Ik heb er heel veel zin in. En 21 november komt dit online bij The Best Social. Dus als je nou denkt, ik wil wel eens wat meer weten over deze meid, dan moet je dat even checken. Ook wel een leuk eerste stapje in de podcastwereld, al zeg ik het zelf. Want daar is Evie heel druk mee bezig. En zijn we ook wel leuk onderzoek naar aan het doen van wat kunnen we zelf nog maken. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden en wij gaan nu beginnen. En voor de luisteraar en voor de leek, zeg maar, waar heb jij die allereerste stapjes gezet als we even helemaal teruggaan? Ja, dit is echt social... dinosaurus tijd, hoor, jongens. Ja. Ik weet echt, ik denk oprecht dat ik de oudste influencer misschien wel ben uit de podcast. Dit was 10 jaar geleden, 2009. Ik was net met mijn koffertje vol. Ik ben nu naar de podcast even door naar de Van Wouwstraat, waar ik in de stad wat snel wat ga werken en een broodje ga eten. En dan heb ik een afspraak die heel leuk is, want ik heb een samenwerking met Treatwell. En ik mag wat leuke beautybehandelingen testen, dus ik ga mijn nagels laten doen hier in de straat. Binnen bij It's a Beauty Affair, waar ik mijn nagels ga laten doen. Ze doen hier ook nail art. En ik ga dit weekend naar de museumnacht. Dus ik dacht, het is een mooi moment om er even een kunstwerk van te maken. Ik ben benieuwd. Ja.
5 verschillende nude tintjes. Love it. Ik ben weer thuis en ik lig met mijn lieve schatje Jordi op de bank. Die ziek is op ons anniversary. Heel zielig. Dus we hebben lekker Indiaas eten besteld. We gaan lekker dingetje op de bank wegsmikkelen. En we kijken first dates en filmpje en in ons chill pakken. En dat hoort ook bij de romantiek. Goedemorgen. Ik begin de zaterdag in een zeer warm geel licht. Want ik ben in een hele lekkere massagekamer in de Ritual Spa. Waar ik wel vaker kom. Om even een rugmassage te nemen en een hoofdhuidmassage, wat echt het lekkerste van de wereld is. Want dan gaat er in principe gewoon iemand de hele tijd in je hoofd kriebelen. Zo lekker. Ik heb eigenlijk gewoon via Treatwell een heel schema voor mezelf uitgedokterd met nagels, massage en een facial morgen. En tussendoor gaan we dan naar museumnacht en in het Hoxton slapen. Dus het wordt één leuk meidenweekend. Wow, dat was lekker. Ze hebben een mint serum en dat hebben ze op mijn slapen gemasseerd. Dat voel je dan helemaal tintelen. En een soort van warm worden. Zo lekker. Ik kreeg ook een hoofdhuidmassage. Dit wil ik echt een keer een uur lang doen. Hele lekkere overnight oats te eten met appel. Dat gaat helemaal goed, kastje. En dan ga ik naar het Hoeksteen. Yummy. Net binnen bij het Hoeksteen. En ik hoorde dat we een 3-dubbele upgrade hebben gekregen. Ik wist niet dat het mogelijk was. We zitten nu in een hele spannende kamer. Met uitzicht over de stad, geloof ik. In de meest luxe categorie. Dus dit is wel weer een weekendje mega in de watten gelegd worden. Niet te doen. Soms moet ik mezelf wel even pinchen dat dit allemaal gebeurt. En ik ga lekker Lena opwachten, want dat is mijn roomie voor de dag. En ik denk dat ze er over een kwartier al is of zo. Dus ik spring snel onder de douche om mijn haar te wassen en al die massageolie af te spoelen. En dan begint ons girls weekend officieel. Wow. Crazy. Deze spiegels zijn altijd zo mooi. Hallo. En mijn lievelingsonderdeel. Deze prachtige badkamers. Oh. Blijft zo mooi. Oh, wat leuk. Ze hebben allemaal Treatwell dingetjes neergelegd. Er was hier net een jongen die hier werkt. En die was hier verantwoordelijk voor. En die zei, ja, ik ben een man. Ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Ik probeerde de badjas heel netjes op te vouwen. Zo grappig. Cute. Zo lief. Ik heb gedoucht en mijn haar gewassen en ben me nu langzaam aan het opmaken. Heerlijk zo'n opgeruimde kamer. Oh, ik weet het toch wel vrij snel weer wat tornado hoekjes aan toe te voegen. Maar oké, ik ben nu met mijn ander eye concealertje bezig. Maar ik had nog niet echt heel veel zin om heel erg op te gaan maken. Dus ik dacht, ik wacht even tot Lena er is en dan gaan we samen optitten en borrelen, denk ik. Zin in. Ik weet nooit wat ik aan moet als ik soort van uitga of uit eten ga en het koud is. Ik wil het gewoon nooit koud hebben, want dan ben ik meteen helemaal chagrijnig. We zitten lekker in Bonham te smikkelen en aan de alcohol met deze schatjes. Nou, dit is wel niks. Iconisch vijftal zou ik willen zeggen. De Big Five. De Big Five. Lil? Lil. Cocktail 1 is dit. Een hele goede morgen. Oh, hallo. Ik dacht, je bent camera's wel gewend. Goeie werk. Dit is Dennis, het hele lief vriendje van Lisa. We hebben een paar kleine ontbijtgerechtjes. Het is echt schandalig. Alsof we nog nooit bladeren weer gezien hebben en nu los moeten om alles op te eten. We hebben Lena en ik delen pancakes, croissant, avocado's met ei, er is zalm, er is champignons, zwembreeks. Dit is de takeover van Dennis over... Yeah. Superleuk! Hallo!
We zijn nu in de Acacia Spa in het conservatorium, waar ik ook wel eens mijn verjaardag heb gevierd. Echt een goddelijke plek. Ik krijg daar zo meteen een re-energizing facial. Altijd fijn voor het huidje. En dan gaan we de spa in. Ik heb mijn Hunza G-badpak aan. Een heel lekker ribbelstofje. Wat de boel lekker induwt. En ik ben hier met Lena en Cole, heel gezellig. En we gaan lekker even wat chillen. En dan is het weekend alweer voorbij. Hey, pief! Wat een verwending, kent dit toch helemaal gestort. Zo lekker. Ik ben weer thuis bij mijn grote liefde, Jordi. Hij heeft het hele huis opgeruimd voor mij. Zo lief. En kussentjes, wat heb jij ermee gedaan? Opgepept. Kussentjes opgevlucht, vind ik altijd heel lekker als je van de bank opstaat. De kussens even goed worden gelegd. Jordi. Want dat de grootste onzin, nou, toch heeft hij het voor mij gedaan. De grootste onzin vind ik niet. We hebben net boodschappen gehaald en toen zeiden we, zullen we pizza eten? Dus nu hebben we pizza gehaald en doen we thuis bioscoopje met de Beamer en pizza's. Obsessed. Thuis bioscoopje. Let's here we go. Pizzaatjes.